blijven klinken, dan weet je wel hoe laat het is. Dan is het 2:30 en dan gaan we starten. Vandaag de wedstrijd tegen is 33 Engeland, WHC. En die staat onder de leiding van de heer Houtenka uit Wezen. Met zijn assistenten Karel Rijsman en Johan Hamstra. Ja! Door!
je zag het eerst zelf was ook de wind wel een bepaalde factor. En toen hadden we eerst wat moeite om, om druk te creëren. Tweede helft weet je, want je krijgt wind mee, dus wat makkelijker om druk te creëren. Dus los van de opbouw kun je ook spelen op de tweede bal. En als we op het middenveld, eigenlijk achter het middenveld zijn, ja, dan moet je druk kunnen zetten. En met Akla die natuurlijk uitstekend in vorm was en constant gevaarlijk kon worden. Nou, daarin maken we gewoon een hele goede 2-1 ook weer dankzij Akla. En Henk schiet hem uitstekend in en dan moet je wachten op de 3-1. En we hebben ze ook aangegeven, dit seizoen bepaal je eigenlijk maar door deze wedstrijd. Hierna krijg je Snake, die dat met hopelijk dan als kampioen zijn. Nou, en dan is het, daarna hebben we Flevo Boys. Dan zou ook het seizoen al kunnen zijn bepaald voor die twee ploegen. En dan heb je kans dat je ietsje minder moeilijker hebt dan normaal. En dan zou je zomaar 9 punten kunnen pakken. Dus vandaag was van cruciaal belang. En als je 9 punten pakt, kan je misschien wel de derde plek pakken. Maar terugkomen op de tweede helft. Ik was zeer teleurgesteld op de manier waarop we de eerste helft zijn afgesloten. Dus we zijn wat meer risico gaan nemen. We hebben Dennis van der Wal wat verder naar voren gezet in de opbouwfase van DWS. Dus hij kwam wat vaker in de lange bal. Het enige probleem is dat hij dus in de 1 tegen 1 kwam te voetballen. En de vleugels van DWS die waren goed in vorm. Dus je geeft ruimte weg. Dat houdt in dat je dus kansen kunt weggeven. Ik vind ook dat we toch zelf ook wel een aantal kansen en mogelijkheden hebben gecreëerd. Tot aan die 2-1 zat er nog alles in voor ons ook. Zij krijgen mogelijkheden, wij krijgen mogelijkheden. Ik vond het meer een wedstrijd worden. En toen die strafschop kwam, ja, dan zit je op de bank en dan hoop je dat Frans Korenberg een goede reflex heeft. Nou, Frans is een goede keeper, die pakt de bal. En dan blijft het 2-1 en dat geeft natuurlijk wel weer een lift voor ons. En met het inbrengen van Julia van der Brink hadden we wat meer snelheid aan de rechterkant. En toen scoren we dus ook die 2-2. Komen we in de fase nog met 10 man te voetballen. Dan denk ik dat we op basis van onze vechtlust toch wel een stapje gemaakt hebben voor de komende twee wedstrijden. Na deze wedstrijd, ik weet, je was krap ontgoocheld na afloop. Jullie ben je ontgoocheld, omdat je weet het hele jaar werk je ergens naartoe. En Theo zegt terecht van penalty moet eerst nog in. Het hele jaar hebben we alle penalties gemaakt en heel resoluut en heel duidelijk, bam, Roland schoot hem de keihard in. Henk schiet hem erin, heel overtuigend. En dan mag je het gunnen dat je medespeler en dat je denkt van je gunt dat je hoog op de topscorerslijst wil gaan komen als dat de reden is geweest waarom je speler een bal geeft. Maar dan verwacht je wat dat iedereen in ieder geval ingaat. In ieder geval keihard erin, in ieder geval met overtuiging naar de ontbrak. Nou, en dat daarna, ik ben op dat moment zwaar ontgoocheld langs de lijn. Als je dan zo'n wedstrijd verliest, oké, prima, klaar. Maar dat je op deze manier gewoon de wedstrijd in die zin en je competitie in de weg gooit. Want ja, wat moet je nou doen naar Snake? Dan gaan we de helft gaan plezier maken, denk ik, of zo. En thuis tegen Flevo Boys ga je afscheid nemen van spelers. Dat is allemaal leuk en aardig, maar je werkt wel het hele jaar, denk ik, met z'n allen om een bepaald resultaat. En niet om de laatste 2 weken nog een beetje aan te klauwen.